Jij mag kiezen. Ja. Oh, alweer één voor Jimmi. Echt? Dit is een beetje een crème kleurtje, maar dat zie je niet zo goed met van die leuke klosjes eraan. Maar ik heb heel goed nieuws. Er kan toch een geslachtsbepalende echo plaatsvinden. Namelijk morgen al. Deze baby is hem. Goedemorgen. Mijn mama heeft haar haar al gekamd. Dankjewel. Hier, doe jij zelf maar kammen. Doe maar jouw eigen kammen. Ja. Heel mooi, dankjewel. Doe jij je eigen haartjes nog even borstelen? Of heb je die al goed genoeg? Ja. Ja? Goed zo. Mooi. Mama's haren, mooi. Vandaag gaan we schilderen in het nieuwe huis. Jimmi is bij oma. Ik ben best wel chagrijnig, omdat ik me nog steeds echt gewoon heel erg shit voel over wat er gisteren is gebeurd. Dat ik zo ben opgelicht. Dat ik zo dom was om erin te trappen. Maar goed, ik moet het op een gegeven moment gewoon naast me neer gaan leggen. Het is gebeurd en klaar. Maar ik heb er moeite mee. Misschien dat het komt door de zwangerschap extra of zo. Maar ik kan het moeilijk vergeten. Ja, niet dat je het gaat vergeten, maar gewoon... Ja, ik heb het er moeilijker mee misschien dan dat ik het normaal gesproken zou hebben gehad. Zoveel geld kwijt zijn door zo'n mensen die zoiets kunnen doen. En gewoon door mijn goedheid eigenlijk. Dat ik gewoon daar ben ingetuind. Maar goed, we gaan aan de slag. Inmiddels is de bank ook geleverd. Die staat hier, mooi, mooi ingepakt. Dus die blijft nog even geheim. Want ja, die gaan we nou nog niet neerzetten natuurlijk. Jimmi, nou is het afgelopen hè. Je bent al uren aan het stofzuigen. Is het nou goed? Jongen, jongen. Je weet maar van geen ophouden hè. Hij is al in de keuken bezig. Goedemorgen vanuit bed. Middag alweer bijna. Ik ben mega ziek. Ik heb gisteravond heel veel moeten overgeven. Misschien een beetje hetzelfde als wat Jimmi vorige week had. Maar volgens mij heb ik dat niet gefilmd. Maar hij heeft toen heel de nacht heel veel moeten overgeven. En sindsdien eet hij de afgelopen 4 dagen heel weinig. Volgens mij heb ik ook koorts, maar dat heb ik nog niet gemeten. In ieder geval, ik heb me ziek gemeld. En ik denk dat ik deze camera gewoon de komende tijd even wegleg totdat ik me beter voel. Want veel meer dan dit komt er nu toch niet uit. Eind van deze week is het kerst, dus ik hoop dat ik me dan beter voel. En dan zal ik ook natuurlijk meer filmen, want dat is veel leuker dan dit. Dus misschien tot over een paar dagen. Nou, ik ben weer een beetje boven Jan. Ik ben nog steeds heel erg misselijk, maar ik hoef niet meer de hele tijd over te geven. En ik voel me wel alweer een stukje beter, dus dat gaat de goede kant op. Ik kan even laten zien, we hebben net allerlei cadeautjes al ingepakt voor de loodjes die wij hebben. Dus ziet er al heel erg gezellig uit. Dat gaan we overmorgen uitpakken op eerste kerstdag. En ik heb vandaag de uitslag gehad van de NIPT-test. Alles is goed. Dus dat is echt heel goed nieuws. Dat betekent dat er geen chromosoomafwijkingen zijn gevonden voor eventuele syndroom van Down of andere afwijkende dingen voor de baby. Dus dat is echt super. Oh. Zo, ben je klaar voor? Ga maar de schoenen pakken. Ik ga de brievenbusloopje te ver, hè? Met jullie, hè? Die staat helemaal vooraan, hè? Ja. Waar is papa? Prachtig, maakt het helemaal af. Nee, het is van jou. Check hoe vol de boom ligt. Met cadeautjes. Maar het is nog niet alles, want er komen nog cadeautjes bij. Goedemorgen. Jimmi, vandaag is het eerste kerstdag. We hebben helemaal geen kerstoutfits geshopt. Dus dit is wel iets met rendieren wat er een beetje op lijkt. Nee, niet de camera pakken. Maar verder hebben we geen hele luxe outfit. Jimmi, we gaan niet de camera pakken. We gaan de jas en de schoenen aandoen. Dan gaan we weer naar opa en oma voor cadeautjes. Jimmi, ga jij de hondjes erin doen? Dat is ook wel leuk. Maar ja, ik wou even vertellen wat we allemaal hebben voor eten. Ik ga lunch maken, salade, krabsalade zelf maken en een salade. Die heb ik zelf ooit bedacht. En is echt mega lekker. Ei, bacon en avocado. En dan een salade ervan gemaakt. Dus met mayo en kruiden en zo. Dat is echt een tip. Omdat dan, dus bacon bedoel ik spekjes, bakken. En dan er doorheen. Dat is echt, ja, heel erg lekker. En vanavond, ik ga ook nog breekbrood maken. En we hebben gewoon avondeten. Een beenham en een rollade geloof ik. En daarna nog lekker toetje. En heel veel eten, eten, nog meer eten. Smakelijk eten, smakelijk eten. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Dat zal lekker smaken. Dat zal lekker smaken. Eet maar op. Hap, hap, hap. Proost. Kerst 2020. Jimmi, cadeautje pakken. Wil je nog een cadeautje uitpakken? Doe maar pakken. Ja. Ja, iets voor papa. Geef maar aan papa. Oeh, cadeautje voor papa. Papa. Alsjeblieft, papa. Dankjewel. Voor wie ga je nu een cadeautje pakken? Voor zichzelf. Ja, kom, geef die maar even aan mama. Pak maar een cadeautje. Welke ga je kiezen? Pak een mooi cadeautje. Oeh, van wie is die? Die is mooi. Ik weet niet voor wie die is hoor. Staat er een naam op? Eens kijken. Alles is voor opa hè? Zullen we eens kijken? Hij doet het nog echt. Voor wie is die? Het handschrift is van Vleunie, lieve papa, ik hou van jou. Ik geniet er maar lekker van. Wie is er nou aan de beurt? Zeg maar, zij moet je naar de boeien halen. Ja. Was een blauwe bos. Ja, die is van Jimmi volgens mij, of niet? Oh. Die is van Jimmi. Ga maar samen met opa uitpakken. Oh, een cadeautje voor Jimmi? We hebben goed opgelost toen. Dat leeft iets, papa. Dat moet jij even in de tas doen. Dit? Ja. Wat het is, dat weet ik niet. Nee, die is van opa, schat. Nee, dat ook gehad. Doe maar even samen met opa uitpakken. Kom, deze is van opa. Doe maar even, kijk eens daar. Cadeautje. Speciaal voor jou. Eens kijken wat erin zit. Dat is ook een bosflesje. Lucia vindt het ook wel interessant. Wat is dat? Wat is dat nou? Serieus bijna hetzelfde. Lijkt ook vierkant en rond. Wat is dat nou? Dat is een ei, maar wat zit erin? Een ei. We moeten kijken of je het kan indrukken. Er komt geen geluid uit. Cadeautje pakken. Ja, pak maar. Pak maar iets. Ja, pak hem dan. Misschien zit er nog wel iets voor jou bij. Ja. Jij mag kiezen. Ja. Oh, alweer een voor Jimmi. Echt? Doe maar weer met opa openmaken. Dit is leuk, hè? Opa helpen? Oh. Ja, die moet daar blijven. Hier. Dat is van opa. Wat zou het zijn? Ja, wij weten het wel. Wow. Hier. Eens kijken dan. Doe mee te kijken. Pak vast. Ja. Wow. Wow. Oh. Oeh. Dat is een grote auto. Wat is dat, Jimmi? De Max Verstappen Special. Auto. Auto, ja. Oma Anton dat hij hem open wil maken. Oma Anton vragen. Openmaken. Openmaken? Kom maar. Kom maar. Hm? Ja, dat is een speciaal en gespaard aan hier. Oh, wat lief. Ja. Speciaal voor jou gespaard, Jimmi. Ja. Kijk, ik moet hem open moeten. kijken. We samen openmaken elkaar. Ja, samen. Ja, er zullen waarschijnlijk van die draadjes aan het liggen allemaal. Ja, aan de andere kant. Ja, dat breken de rollen. Mijn vriendin heeft hem aangepakt. Wow. En wat zit erbij? Een sleutelhanger. Papa of mama een autosleutel hangen. Doos? Auto? En dan gaan we het altijd openmaken voor jou. Kijk eens. Oh. Dan moet de tafel proberen. Hier, tafel. Dan ga je. Op tafel ga je. Dat is wel ding. Ja, hè? Ja, auto. Wat nou? Jimmi naar zo, Jimmi naar zo in de film. Kan toch niet vliegen? Zo moet hij denkt inderdaad, op de grond. Maar hij doet wel het geluid meteen na. Oh, de poepie, de poepie, de poepie. Goed zo, schat. Hier worden ondertussen cocktails bereid. Even naar mama kijken. Oh. Je moet hem echt zachtjes erin doen. Lekker. En voilà. Die moet... Daar zit je helemaal niet. Zul je hem openmaken? Heel groot cadeau. Jij deze kant dan? Volgens mij is die goed. Oh. Eerst cadeau uitpakken. Jimmi zo. Hoe kan hij dat weten? Weten, maar ruiken. Ja. Zo pak ik slaan. Oh oh, wat is dat nou? Wat zou erin zitten? Wow, Jimmi, ik zie het al. Uh-oh. Er zijn zo eentje met 3 wielen en dan 2. Ja. We hebben wel een fiets. Een loopfiets? Een loopfiets, een loopfiets. Oh, het stuur. Dat is toch bij de kinderdagverblijf er ook bij was. Gaat opa die voor jou in elkaar zetten? Wel dikke wielen. Wauw. Een plaatje bij je. Nou, hier is het pak om. En die moet je ook met elkaar zetten. Volgens mij is dat ding wat wij hebben ook van hetzelfde merk. Ja? Dat is geen stuurschat, dat is een wiel. Ik ben heel erg verwend met allemaal kussens voor in de bank. En die ik echt heel erg leuk vind. Kijk, dit is een beetje een crème kleurtje, maar dat zie je niet zo goed met van die leuke klosjes eraan. En zo eentje ook, maar dan in het langwerpig. En die is dan weer net een ander kleurtje en met zulke aan de zijkant. Echt super mooi. En dan ook een leuk dekentje voor over de bank. In diezelfde stijl. Kun je nou niet zo goed zien, maar daar zit ook zo'nzelfde afdrukje op. En die kun je dan zo leuk over de bank hangen. Of onder liggen in deze tijd. Is hij klaar? Is hij nog niet? Wow. Ik weet niet of hij te laag zal zijn. Ja, het lijkt heel laag. Ja, maar dan kan je het toch niet. Ga maar eens kijken, schat. Kom kijken, kom. Wow, wauw. Dan mag ze opzetten. Heel even water, Jimmi, dan heb ik oom. Daar heeft hij geen tijd voor. Ja. Oh, heel goed. Ik zal die koeltjes nou in de koelkast zetten, maar dan hou je er wel mee valt. Ja, het lijkt wel goed te zijn. Tot ziens. Ga sturen, hè? Een landje van deze 2, hè? Ja. Die daar in de koelkast doen dan. Ja. Nou, dus... Maar hij zit wel met hele kromme benen af. Ja, hij kan wel iets over. Kom, snel, snel. Doet, 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 doet. Jing, jing. Hij zit niet op het zadel. Wow, wat was dat hoog geluid. Schoonmaak is zijn passie, zegt hij. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen, Jimmi? Oh, je hebt mij net die schoon zien maken. Ja, heel goed. Alles nadoen, hè, schat. Wij hebben gisteren dus een hele leuke eerste kerstdag gehad. En we gaan nu door naar ronde 3. Eerst lekker lunchen. Ik moet helaas werken vandaag. Maar Tijs gaat weer lekker eten bij opa en oma. Samen met Jimmi. En ik moet tot 9 uur. Maar ik heb heel goed nieuws. Er kan toch een geslachtsbepalende echo plaatsvinden. Namelijk morgen al. Ik hoorde via een vriendin dat er iemand was die zij heel goed kent. Die het gewoon thuis zelf kan doen. Dus we kunnen er naartoe. En ze zei ook echt meteen, ja, morgen als je wil. Oh my god. Dus morgen weten we, als het goed is. Het moet natuurlijk allemaal goed ervoor liggen en zo. Want ik ben pas 13 weken. En ik moet nog even... Oh, heb je het vies gemaakt. Doe het zo opruimen. En ik moet nog eventjes bedenken hoe we het dan gaan delen met jullie. En met familie en vrienden. Van hoe gaan we vertellen wat het wordt. Ik moet nog even iets leuks op verzinnen. Maar oh my god, we weten het morgen waarschijnlijk. Visjes vangen. Ja, opschoon. Goed zo. Visjes vangen. Goed zo. Ja, ja. Kom maar, goed zo. Het zit erop. De kerst is voorbij. We kunnen weer even normaal eten. Ik denk dan altijd, ik ben dan zo erg verzadigd. Die hond, oh die moet echt naar de kapper. Ik ben dan zo erg verzadigd met die dagen dat ik denk, oh ik heb echt voor de komende 3 weken geen honger meer. Maar de volgende ochtend heb je natuurlijk gewoon weer trek. Zo gaan we dingen. Zo werkt het. Heb jij nog iets gefilmd vandaag of niet? Ja, 1 ding. Wat dan? Dat wij het vuilnisbuiten proberen te zetten. Oké. Okay. Schattig. Morgen de geslachtsbepaling. Ik ben een beetje zenuwachtig als ik eraan denk, alleen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar dat ik hoop dat we het goed kunnen zien. Ja, we kunnen ook pech hebben dat we nog een keer terug moeten komen of zo. Maar ja, we gaan het zien. Kijk, ik weet. Je ziet daar niet eens. Oei, nou zie je er. Je moet weer naar de kapper eens gaan. Jongens, het is zover. We gaan nu op weg naar de echo. Jim is er ook bij. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want we konden helaas geen oppas regelen voor vandaag. Dus hij is erbij. Oh, we hebben niks meegenomen qua afleiding. Ik heb wel een eierkoek. Maar ja. En anders... 10 minuten of zo? 20 denk ik. Oh. Maar anders misschien dat eerst dat we de telefoon even iets op kunnen zetten ofzo. Als het echt niet meer gaat. En anders dan moet jij maar even met hem bezig zijn. Het belangrijkste is dat we erachter komen. Als het goed is. Het zou wel een beetje jammer zijn, we moeten 1 uur rijden. Als we voor niks gaan omdat het niet te zien is. Spannend. Deze baby is een... Is de film? Een jongen, Jimmi een broertje. Een broertje? 1 seconde op het beeld gekeken. Het was meteen, hoppa. Ja, het was meteen echt helemaal duidelijk. Kijk een broertje, Jimmi. Jimmi een broertje. Wat vind je ervan? Oké. Hoe we het dus gedaan hebben, is zij ging op een afstandje zitten. Ik moest zelf de echo op mijn buik zetten en zo ging zij dan vertellen wat we zagen. Maar wat was het nou? Ik zette hem op mijn buik en je zag meteen een piemel. Ja, dat was meteen duidelijk. Hij zei echt, oké, ik weet het al. Ze zei, nou, ik denk het ook. Toen dacht ik, oké. En zij heeft dus zo'n hart, echt superleuk, die staat eerst op groen en daarna kan ze hem op roze of blauw zetten zodra ze het weet. Maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, normaal zetten ze die dan aan om te laten zien wat het is geworden, maar we zagen er gewoon meteen wat het was. En ja, weet je, dat is ook natuurlijk vaak als de meisjes, dan kan het nog even goed kijken, hè, zit er echt nergens een piemeltje. Maar ja, als je eenmaal een piemel hebt gezien, dan is het gewoon echt duidelijk dat het een jongen is. Dus we krijgen een broertje erbij. En straks is het een mannenhuis waar alleen maar in geraffeld gaat worden. Ja, dat zijn nog drie honden. Dat zijn drie meiden. Het is altijd een beetje jammer dat onze vlogs 2 weken achterlopen op de werkelijkheid. Op de momenten dat het zo net met de feestdagen is. Want normaal gesproken heb je daar natuurlijk geen besef van. Maar op dit moment hebben we net kerst gehad. En zet ik de vlog klaar dat we net Sinterklaas hebben gehad. Dus dat we de kerstversiering juist gaan opzetten. En dat is dan ineens, lijkt het heel ver geleden, lang geleden zeg maar. Maar goed, dat is ook over 2 weken weer afgelopen en dan ben ik er blij mee. Want ik vind het wel echt fijn dat er 2 weken tussen zit. Kneetje. Dat je zo doet hij. Het is zondagavond. De week is weer voorbij. Ja. Dus ja, ik vlog weer een keer. Oh, jij bent echt klein. Jij filmt me altijd wel weer. Ja, maar dat komt omdat je er anders niet oppast. Zo dan. Hoezo? Ik pas jou er toch ook op? Ja. Dus we moeten andersom toch ook kunnen? Kerst zit er ook weer op. Weer 6 kilo erbij. Goeie voornemens. Maar we kunnen het hebben. Ik pas zeker nog wel 3 truien. Ik wel. Tot volgende week. Doei. Doei.